De bouwsector gaat samenwerken met de opvangdienst voor asielzoekers FedAsyl. In de bouw raken talloze vacatures niet ingevuld, waardoor het werk op bouwplaatsen soms grote vertraging oploopt. Alle enthousiaste kandidaten zijn dan ook welkom om aan de slag te gaan. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Medi wil asielzoekers die wachten op de behandeling van hun dossier laten bijdragen aan de samenleving. En dat kan via werk. De bouwsector smeekt om arbeidskrachten. Bijna elke job is een knelpunt beroep. De tekorten zijn enorm. We hebben een tekort aan metsers, we hebben een tekort aan stucadoors, aan centrale verwarmingsinstallateurs, aan dakdekkers. Elke job in onze sector heeft nood aan nieuwe arbeidskrachten. Er zijn naar schatting zo'n 20.000 nieuwe werkkrachten nodig om alle renovatie- en nieuwbouwwerken te realiseren. Daarom wordt nu ook richting asielzoekers gekeken. We hebben in het verleden veel te vaak het signaal gegeven dat asielzoekers die een jaar lang wachten op een antwoord moeten zitten en wachten op een antwoord en vooral niet te veel moeten doen. Terwijl ik denk ik de logica omgedraaid moet zijn. Je moet mensen activeren, hun rugzak versterken en er is een krapte op de arbeidsmarkt, dus in deze is er een hele grote win-win. Bouwbedrijven zullen nu in de opvangcentra uitgenodigd worden om uitleg te geven over de jobs. En ze hebben er heel wat voor over om asielzoekers binnen te halen. Sommige van onze bedrijven zijn bereid eigenlijk die mensen te gaan ophalen in de asielcentra, ze naar hun bedrijf te brengen en ze daar te verspreiden over de verschillende ploegen. Ze krijgen dan een opleiding op de werf zelf, nadat ze een basisopleiding veiligheid kregen. Op onze werven lopen sowieso al veel buitenlanders rond. En wij hebben dus met de sector hebben wij opleidingsmodules voor anderstaligen gemaakt. En bijvoorbeeld een veiligheidsopleiding, waar dat vooral pictogrammen en beelden worden gebruikt. In de asielopvang zitten 31.000 mensen. Gemiddeld wachten ze anderhalf jaar op een beslissing. Velen van hen kunnen en willen werken. Sommigen kregen in het verleden al een kans. De bedrijven zijn tevreden over de arbeid die geleverd werd, over de competentie, over de attitudes van onze mensen. Voor de opvangcentra is het ook goed. Hè? Het laat de bezetting in de centra een beetje dalen. Mensen krijgen hun eigen zelfbewustzijn terug, hun eigen waardigheid terug. Mensen zorgen voor hun eigen inkomen.